Vlaams-Brabant wil niet weten van een halvering van het aantal provincieraadsleden en het terugschroeven van het aantal kiesdistricten van 5 naar 2. Die maatregel maakt deel uit van het voorstel van de Vlaamse overheid om de provincies af te slanken en zou van kracht worden na de volgende provincieraadsverkiezingen in 2018. Gisteren keurde de provincieraad een advies goed tegen het voorstel van de Vlaamse regering om de provincie te hervormen. In dat voorstel wordt gepleit om het aantal raadsleden van 72 naar 36 te herleiden en het aantal kiesdistricten van 5 naar 2. Maar dat vindt de meerderheid in de provincieraad geen goed idee, omdat er zo geen goede vertegenwoordiging is gegarandeerd uit alle delen van de provincie. De N-VA-raadsleden verzetten zich tegen deze stemming omdat de provincies niet bevoegd zouden zijn in dit dossier. Uit protest verlieten ze de raadzaal voor de stemming.